Het programma houdt in dat we gedurende 3 jaar op 11 scholen kinderen hebben begeleid om aan de normen van GKGK, gezonde kinderen en gezonde kindomgeving, te laten voldoen. En dat betekent dat professor Dr. Naul uit Duitsland advies heeft gegeven om 5 beweegmomenten en een gezonde leefstijlmoment elke week op school te laten hebben om kinderen gezonder te laten worden. Ik moest vandaag de kleinere kinderen begeleiden. Hoe vond je het? Ja, leuk. Het is altijd leuk om zo kleine kinderen te begeleiden. Ze doen het supergoed, dus dat is altijd leuk. En wat vind jij het leukste? Bellen blazen. Balansen. Bubbel blazen, getennist en in de kof gooien. Well, the results are pretty fine for the total group and together for the 11 schools and the city of Enschede. We have a reduce of obesity and overweight up to 13% in the group who starts with obesity and overweight. I suppose more children of the normal weight group would stay in the normal weight group. Unfortunately, we have a 13% reduction, but also an 8% increase from normal weight children who went up to obesitas. We zijn sowieso al verheugd natuurlijk dat het een positieve uitwerking is. En we zijn ook blij dat we het programma kunnen gaan continueren.